Hey, welkom bij deel 6 van sites die impact hebben. We zijn aanbeland bij de Visme website, visme.co. Deze website laat je verschillende content maken. Als we een beetje naar beneden scrollen, zien we dat we presentaties kunnen maken, documenten, data, visualisatie, social media, graphics, video's enzovoort. De site is populair met 19 miljoen gebruikers, mag je dit wel vaststellen. Je kunt de site zeker eens bekijken en zeker eens bezoeken als je van plan bent van bepaalde content te maken. Je kunt hier verschillende content maken die je zeker zult kunnen gebruiken en het is zeker de moeite om de site eens van dichterbij te bekijken. WebTats, een website die je zeker een WebTat is een website die zich voornamelijk richt op nieuws brengen van verschillende onderwerpen. Zoals je kan zien zijn er verschillende nieuwsbronnen: AI-nieuws, technieuws, businessnieuws, startupnieuws, editor's choice enzovoort. Ook over AI, Web3, content management, marketing en cybersecurity. Een site als je nieuwe dingen zoekt, als je nieuwe inspiratie zoekt, een site die je zeker zal kunnen bekoren. Ben je een fan van korte video's, de zogenaamde short video's, dan is supercreator.ie de site voor jou. Ze beloven je dat je deze korte video's 10 keer sneller maakt dan dat je gewoon bent. Er staat een volledige infovideo op de site die je zeker moet bekijken. Een gemiddelde voor een video te maken zou 3 minuten zijn, dus zeker de moeite om eens te bekijken. Er zijn ook enkele voorbeelden die je kan bekijken van korte video's die al gemaakt zijn door anderen. Dus ben je helemaal weg van die korte of short video's, dan moet je deze site zeker gaan bekijken en misschien is het wel iets voor jou.